iedereen net als in. We moeten gewoon heel veel puntjes gaan pakken nu. Een hele belangrijke fase in de competitie. En ja, het mooie van die fase is, als ze veel puntjes kunnen pakken, komen er nou ook direct de play-offs. En ja, dan hopen we dat we in een goede flow zitten. En dan gaan we eens kijken wat schip strand. Ja, dit is de do or die, is dat zo mooi zeggen. Ja, 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 ja. En we zitten nu in, eigenlijk in een underdog positie. En ja, in principe is dat eigenlijk wel fijn. Want? Ja, dat is voor de jongens. Er zit geen druk op qua boetewacht. De supporters hebben nu gezegd van ja, het cup wel, als het niet komt, kun het neer, als het wel komt, kun het wel. Maar Veer voor zichzelf hebben we wel besloten dat Veer tot het einde van de rit met willen doen. Ja, zeker zin. Zeker zin. We blijven dat we nog ijshockey hebben. En die laatste 6 weken zijn wel belangrijk om sowieso de play-offs te halen en het hoogst haalbare. Ja, maar als we even terugkijken, hebben jullie een beetje wisselvallig seizoen op zijn zachtst gezegd. Klopt, ups en downs. Ik denk met hetgene wat gebeurd is buiten het ijs om, dat het ook een impact heeft gehad op de spelersgroep en op onze prestatie. En ik hoop dat dat nu allemaal achter de rug is, dat we nu naar de play-offs kunnen toewerken en nog die laatste punten pakken en dan, en dan zo hoog mogelijk proberen te eindigen. Ja, we hebben 16 man en dan moeten we het mee doen of 17. En het enige wat we kunnen doen is heel veel trainen, tactisch een hoop dingen doen. En de baseerde donderdag hier, daar werk ik voor iedere donderdag 3 keer aan. Dus ik denk dat we gewoon een goed team hebben en de doelpunt op de goede momenten moeten maken. Ja, wat ze ook wel vaak hebben gezegd is dat je een hecht team zit. Is dat nog steeds zo? Ja, er zijn onderlinge strijdjes geweest tussen mij en een aantal spelers. En, ja, we willen gewoon de discipline in dit team krijgen en dan moeten ze soms beslissingen nemen die niet zo leuk zijn. Maar dat maakt wel iedereen wakker. De laatste 4-5 jaar is hij nooit immers weggeschikt. En nu moesten ze dat af en toe eens een keer doen om de neus allemaal weer dezelfde kanje op te krijgen. En, het is nog niet definitief. Hè. Die jongens zijn gewoon terug weer bij je team en daar moet iedereen dat van geleerd over. Haalbare plek 3, plek 4, dat we in ieder geval de play-offs kunnen spelen. Ja, liefste plek 3 natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En is dat ook haalbaar? Ik hoop het. We hebben dit weekend Eindhoven Heerenveen. Zoals we de afgelopen wedstrijden tegen Tilburg hebben gespeeld, proberen we ook tegen Heerenveen misschien een paar punten af te sprokkelen nadat ze toch met de bekerfinale misschien een tik hebben gehad. En Eindhoven, die hebben ook een speler verloren en die geldkwestie hoe wat daar speelt, dus dat zal ook wel zijn aderlating hebben. En hoop dat wij daarvan kunnen profiteren. We moeten gewoon alle wedstrijden tegen Eindhoven en Herent als winnen vanaf nu. En wat voor tegen Tilburg en Veen met kunnen nemen is bonus.